Goedemiddag iedereen en welkom bij weer een nieuwe video van Cars & People. Vandaag gaan we even een mooi stukje toeren in deze bijzondere Simca 8. Kijk eens wat een plaatje. Komt uit 1950, 1200 cc motor erin. Vier versnellingen, is in 2010 volledig gerestaureerd door de vorige eigenaar. Helaas is die een paar jaar geleden overleden. Toen hebben wij de mooie mogelijkheden gekregen om de Simca over te kopen. Ik ga jullie even meenemen in een mooi rondje. Stap ik op. Ik ga jullie even de binnenkant laten zien. En nu kan dit model natuurlijk. Dat is de manier hoe ze open gaan. Hey Stitch. Stitch zit er al klaar voor. Geen sleutelgat hier. Moet de motor aan zitten. Dus drukken we in. Gaat het lampje branden. Hebben we de choke. Trekken en hij draait. Choke. Hier de handgas. In het knopje zitten. De ruiter is er. Eentje voor de dashboardverlichting, dat is nu moeilijk te zien. En die ander, geen idee. Hetzelfde als deze. Dus weet jij waarvoor die knoppen zijn? Laat het achter in de comments.
tijdmachine, 70 jaar terug in de tijd, 72 moet ik zeggen. Mooi, 4 versnellingen, dus ik kan nog goed mee in het verkeer. Gewoon weer genieten dit. Zoveel mensen zie je weer lachen, zoveel duimpjes gaan er weer omhoog. Het is mooi dat we zulke historie gewoon intact kunnen houden. Thuis, dank iedereen voor het kijken voor deze video en kijk.
kijk de rest van onze video's natuurlijk. Like ons kanaal, volg ons kanaal voor meer mooie klassieke auto's.